Hallo allemaal, Anne weer hier. Vandaag ben ik in de mood om een gesprek te hebben met mijn decaan. Ik ben Lisette Koularis, ik ben studentendecaan van Zuidhogeschool. Ik werk in Maastricht en ik werk voor de Academie voor Beeldende Kunsten, Hotelschool en een aantal opleidingen aan de Brusselseweg, de internationaal. Hey, hoi! De decaan doet heel veel dingen. Het is een ontzettend gevarieerd programma waar wij ons mee bezighouden. Heel veel hulpvragen van studenten komen bij ons als studenten gesproken hebben met een mentor. En bij een decaan kun je dan in vertrouwen ook bespreken wat er allemaal speelt. En dat kan over van alles gaan. Dat kan gaan over hoe het thuis gaat. Dat kan gaan over hoe het financieel met jou gaat. Dat kan gaan over medische dingen die spelen. Een functiebeperking, je hebt dyslexie of ADD, ADHD en je hebt daar het gevoel dat er iets niet goed gaat in je studie en je zou niet weten hoe je dat moet verhelpen. Het is niet een bepaald moment waarop we zeggen, dan mag je pas contact zoeken met een studentendecaan. In principe, zodra als jij bij wijze van spreken thuis zit en je voelt je ellendig en je denkt, oh, ik moet echt met iemand praten, want ik zie het niet meer, ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Nou, stuur een mailtje. Je kunt ook zelf een afspraak inplannen via Osiris. Dat is naar zaak. Daar kies je een nieuwe zaak maken. En dan kun je daar zien wanneer de studentendecaan beschikbaar is. En het precies plannen zoals het voor jou uitkomt. Dan ben je heel snel met iemand in gesprek. En dat is fijn. We hebben over studiefinanciering. Twijfel over je studiekeuze. We kunnen je helpen met het maken van een nieuwe studiekeuze. Ook verder studeren. Studiefondsen. Als je een conflict hebt op de opleiding. Studiepad laten aanpassen. Zodat je gewoon je eigen pad kan gaan volgen. En toch met succes kan afstuderen. Want dat is natuurlijk altijd waar we het voor doen. Nou, dat was de kennismaking met Lisette, onze decaan. Mij is wel heel erg duidelijk geworden wat een decaan allemaal doet. Hopelijk voor jou ook. Anders kun je nog kijken op de website www.zuid.nl/student.